Beste mensen, een hartelijk welkom. Commissieleden in eerste instantie, de mensen op de publieke tribune uiteraard ook welkom. Het college voltallig aanwezig ook welkom en de mensen die thuis meeluisteren en meekijken. Op deze eerste vergadering van de commissie in het nieuwe jaar. Ongetwijfeld zal de voorzitter van de raad straks ook nog heel behartenswaardige woorden spreken. Je kan het dus wat rustiger aandoen. We hopen dat we ook als commissie dit jaar een goed en vruchtbaar jaar hebben. Dan even een verklaring waarom u mij als voorzitter ziet. De heer Katerberg had een bericht gestuurd dat hij vanavond verhinderd is om de commissie en de raad mee te maken. Hij heeft vervolgens ook aangegeven dat ik hem zou vervangen vanavond. Wat de commissie betreft is dat geen probleem. Wat de raad betreft zou dat wel een probleem geweest zijn, in ieder geval bij twee fracties. Ik heb ook begrepen dat de heer Katerberg intussen wel vanavond aanwezig is. En daarmee is voor mij in ieder geval een probleem opgelost wat de raad betreft. Dan is hiermee de opening voor elkaar en dan gaan we de inventarisatie doen van de insprekers. Er hebben zich vooraf nog geen gemeld, nu ook nog geen, zie ik. Dan hebben we hiermee agenda punt 1 gehad, dank u wel. Gaan wij door naar agenda punt 2, vaststelling agenda, inventarisatie van de rondvraagpunten. Is er iemand die aan deze voortreffelijke agenda iets wil toevoegen of afhalen? Niemand, dank u wel. Dan de rondvraagpunten, wie? Ik kijk rond. Niemand. Dat zal in de loop van het jaar misschien wel anders worden. Agenda punt 3. Gebruik maken van sprekerrecht niet. Dan zijn we bij agenda punt 4. En dat zijn twee afsprakenlijsten. Dan eerst maar die van de raadscommissie 10 december 2015. Zijn geen opmerkingen over binnengekomen. Wie? Nu? Niemand. Dan hebben we ook die gehad. 4b. Vaststelling van de afsprakenlijst raadscommissie 17 december 2015. Ook niemand. Dank u wel. Dan zijn we bij de bespreekstukken. Ik had ingeschat dat we 7:45 klaar waren, maar dat gaat niet door, geloof ik. Agenda punt 5. Vaststelling verordening leerlingenvervoer gemeente om in 2016. Wie van u? Iedereen van u, schat ik in. Ik begin bij de heer Leuk. Ga je gang. Dank u wel, voorzitter, voor het woord. Ja, de tweede ronde, de tweede kans, zullen we maar zeggen. Door de invoering van de wet passend onderwijs, hebben we gelezen, per 1 augustus 2014, dienen we de verordening leerlingenvervoer aan te passen. Bij deze verordening hebben we gekeken naar drie dingen, heb ik gelezen. De afstandsgrenzen, de eigen bijdrage en de brugregeling. Uitgangspunt bij deze nieuwe verordening is dat de ouders zelf verantwoordelijk zijn voor het vervoer naar school. En er wordt een beroep gedaan op hun zelfredzaamheid. Kunnen de ouders dus niet zelf voor vervoer zorgen, dan biedt de gemeente een voorziening. En bij deze voorziening wordt ook eerst gekeken of de leerling gebruik kan maken van openbaar vervoer of fiets. Als dat niet kan, dan pas kan de leerling gebruik maken van aangepast vervoer. Het CDA kan hier voor 100% achterstaan. Op de achtergrond speelt ook een bezuiniging in 2016, mogen we niet vergeten, van 70.000 euro op het leerlingenvervoer. We hebben gezien dat in totaal 68 leerlingen gebruik maken van een vervoersvoorziening. 53 aangepast, zo'n slordige 226.000 euro. En 15 krijgen een OV-vergoeding of een vergoeding met fiets. Als 16.400 heb ik gelezen. In totaal is dat in 2015 dus geweest 242.000 euro. Minder eigen bijdrage was 1.800. Dan komen we uit op totaal in 2015 dus 240.200. In 2016 staat er voor het leerlingvervoer 227.000 genomineerd. Als we dat van elkaar aftrekken, dan is er echter maar een besparing van 13.200. Er wordt echter een bezuiniging gevraagd van 70.000 euro. Mijn vraag is daarom, hoe denkt u de geplande bezuiniging te realiseren? Is die te realiseren? Dat was mijn eerste vraag. Tweede vraag. De brugregeling hebben we het vorige keer uitvoerig over gehad. Het betreft 7 leerlingen van de Sekkelschool. Ik ben zelf op die school geweest. Ik heb overleg gehad met de betrokken docenten. De kosten bedragen hiervoor 22.400.
In uw voorstel wilde deze bruggenregeling pas laten vervallen per 1 juli 2017. Mijn vraag, waarom pas per 1 juli 2017 en niet, zoals alle andere overgangsregelingen die in de verordening staan, al per 1 juli 2016? Scheelt ook toch weer 22.400 euro. Derde punt. U neemt de nieuwe regeling, de nieuwe verordening leerlingenvervoer 2016 als basis de modelverordening van de VNG. Prima. U blijkt echter op twee punten af te wijken. Eigen bijdrage, niet per leerling, maar per gezin. En ten tweede, een OV-vergoeding voor leerlingen zonder handicap in het VSO. Mijn vraag, waarom wijkt u af bij de eigen bijdrage? En het tweede, hoe kan het schrappen van een OV-vergoeding leiden tot een groter beroep doen op aangepast vervoer? Laatste. De oude verordening loopt af op 1 februari 2016. De overgangsregelingen lopen nog door tot de zomervakantie 2016. Mijn vraag is, hoe worden de ouders nou meegenomen in dat proces van collectieve mobiliteit en slimme combinaties leggen om de zaak voor elkaar te krijgen? Dat waren mijn vragen in de eerste ronde. Dank u. Dank u wel, heer Leulik. D66, heer Mors, ga de gang. Dank u, meneer de voorzitter. Wij constateren, en we zijn er ook blij mee, dat de brugregeling wordt afgebouwd. Als het sneller kan, zijn we daar uiteraard ook mee akkoord, want dat is niet meer van deze tijd. Maar met de voorgestelde wijzigingen betreffende de minimale afstandsgrens hebben wij ook geen probleem. Maar in de notitie erbij, in hoofdstuk 5, lees ik dat het verhogen van de afstandsgrens een besparing zal opleveren van ongeveer 10%. Dus een vermindering van het inkoopvolume van ongeveer een 10% bij de betreffende vervoerder. Dat volume zal waarschijnlijk nog wel meer afnemen als er een eigen bijdrage wordt gevraagd. En een afwijking van meer dan 10% is volgens ons een wezenlijke wijziging als we praten over een Europese aanbesteding. En omdat de gemeente in het nieuwe contract per 1 januari 2015 een vast tarief per leerling betaalt in plaats van per rit of per gereden of beladen kilometer. En door het verhogen van de afstandsgrens worden juist de kortere, rendabele ritten van de vervoerder geschrapt. Het lijkt ons een wijziging die zeer nadelig is voor de vervoerder. En ook dat lijkt ons een wezenlijke wijziging. We hebben dus de volgende vragen. Is er bij de aanbesteding aan de potentiële inschrijvers duidelijk aangegeven dat zo'n wezenlijke wijziging eraan zit te komen? Hebben de potentiële aanbieders, indien op de vorige vraag met ja is geantwoord, daar nog vragen over gesteld? En zo ja, wat was het antwoord dan? En als op de eerste vraag met nee geantwoord moet worden, realiseert de gemeente Ommen zich dan dat deze wijziging een wezenlijke wijziging is en mogelijk tot een heraanbesteding zal moeten worden overgegaan. En tot slot, is er naast overleg met de betrokken partijen, zoals burgers, de gebruikers, de scholen, etc., ook overleg geweest met de vervoerder? Tot zover onze vraag. Dank u wel, heer Mors. VVD, mevrouw Lagas, ga je gang. Dank u wel, meneer de voorzitter. Nou, de vragen rondom financiën en dergelijke zijn inmiddels allemaal al gesteld. Verder zitten we natuurlijk met de verordening aan zich wat het effect is voor ouders en gebruikers. En als wij dan lezen ook het advies van de WMO-raad en de commissie, voorzitter van de Stichting Aquila, sorry, de voorzitter van de commissie bestuursstichting Aquila en de brief van de Stichting Aquila, dan denken wij dat wij met de inhoud de regeling in kunnen stemmen en de antwoorden rondom financiën die al gesteld zijn wachten wij af. Dank u wel. LPL, niet Christen. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, maar gaat u gang. Sorry? Nog geen. U nog niet aangemeld, maar gaat u gang. Dank u wel, meneer de voorzitter. Inderdaad, het stuk hebben we ook op 15 oktober al behandeld. En het is toen inderdaad teruggenomen, omdat de raadscommissie toen wat twijfels had over de voortzetting van de brugregeling. Onze fractie heeft in die commissie niet aangegeven dat we daarbij twijfels hebben. En eigenlijk, als we dit stuk zo lezen, dan
krijgen we opnieuw alweer de nodige voeding om ons werkelijk achter de oren te krabben of het nu al zo resoluut voorstellen om deze brugregeling af te schaffen of dat niet wat te voorbarig is. En dan doel ik met name op de tekst die op pagina 2 staat, waar dus staat van dat het na de inrichting van de brug nog maar de vraag is of de veiligheid verbeterd is. En vervolgens wordt ook nog eens gezegd dat over de veiligheid bij de brug pas wat valt te zeggen na 2 jaar als het gehele gebied is ingericht. En er wordt medio 2017 ook echt duidelijk of er verkeersmaatregelen nodig zijn. En dat vonden wij toch wel wat in schril contrast staan met punt 2 van het raadsvoorstel, waar voorgesteld wordt om het nu al af te schaffen, weliswaar wel per 1 juli 2017, maar wel nu die beslissing te nemen. En als we ook de brief lezen van Aquila, dan wordt daar ook gesproken over het niet hebben van veilige oversteekplaatsen. En de voorzitter memoreert dan ook nog eens even naar hoe dat in het verleden ging. En dan maakt hij dus inderdaad de opmerking over die tunnel bij Hotel de Zon. En ook hij pleit voor het afwachten van resultaten van verkeersdeskundigen. Kan de wethouder aangeven waarom we vooruitlopend op een nog te verwachten resultaten van verkeersdeskundigen toch nu al gaan besluiten om de bruglegging af te schaffen? Waarom wachten we niet eerst dat die resultaten bekend zijn? Dat is medio 2017. En als die resultaten geen aanleiding geven, dan kunnen we alsnog die brugregeling afschaffen. Maar dan hebben we in ieder geval iets op basis van resultaten. En niet nu al voorbarig een beslissing nemen. En de tweede vraag, ook de laatste vraag. In de brief van Aquila wordt een bevestigingsvraag gesteld. De voorzitter schrijft daar, ik citeer even. Ik neem aan dat ook specifiek naar de mogelijkheden voor leerlingen met een verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke of psychische handicap wordt gekeken. En dat is ook de vraag die wij op 15 oktober hebben gesteld. Van, kan er ook maatwerk geleverd worden? Er moet een verordening komen, dat is prima, maar er moet wel rekening worden gehouden met het feit dat veiligheid een relatief begrip is, als we kijken naar de doelgroep. En wat voor volwassenen als een veilige verkeerssituatie wordt gezien, dat kan voor de jeugd weer een heel andere betekenis hebben. En juist voor deze doelgroep, waar we ook praten met mensen met een bepaalde beperkingen, kan veiligheid heel anders betekenen dan zoals wij er tegenaan kijken. Dus we stellen hier opnieuw de vraag aan de wethouder of hij kan bevestigen dat er een coulante beoordeling zal plaatsvinden voor de doelgroep die hier in dit stuk aan de orde is. Tot zover onze bijdrage. Dank u wel. Wethouder Schelen, in eerste termijn, gaat u gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Laat ik de vraag maar even successief langslopen. Allereerst de vraag van de heer Leuwik. Hoe zit het met die besparing van 70.000? Het is zo dat wij in algemene zin besparing op het leerlingenvervoer gaan realiseren door middel van de inkoop die we hebben gerealiseerd. De heer Temors trouwens ook een aantal indrukwekkende vragen over heeft gesteld. Daar kom ik zo even over te spreken. Maar het lijkt erop dat we dat bedrag gaan halen. Dan het tweede punt is de brugregeling. Daar sprak de heer Marsman ook over. Van goh, waarom nou per 1 juli 2017 en niet 2016? In algemene zin kunnen we zeggen van dat wij met de schoolbestuur hebben gesproken. En dat men graag de brugregeling gecontinueerd zag. Maar wel begrip heeft voor het idee dat er sprake moet zijn van steeds meer eigen verantwoordelijkheid, ook van ouders. Dat heeft wel even zijn tijd nodig, is hun inschatting. Want het is niet meer zo dat je in het leerlingenvervoer een simpele duiding hebt van een handicap. Tegenwoordig hebben steeds meer kinderen met een psychische beperking. En dat vergt toch wel wat aanvullend. We hebben met het schoolbestuur ook al gehad over van, goh, wat is dan een redelijke overgangstermijn. En de heer Leuwik heeft volkomen gelijk als hij zegt van ja, gewoon reguleren is 1 jaar. Alleen ook de schoolbesturen wezen erop, en dat wees de heer Marsman trouwens ook al op, van er komt een officiële evaluatie van het hele verhaal van de brug. En dat is dus een jaartje later pas helemaal helder. En pas dan kun je echt zeggen van, nou ja, moet je dan aanvullende maatregelen op de brug zelf nemen, of moet je wat aanvullend maatwerk plegen? En dat is de reden voor ons geweest, voor het college geweest, om te zeggen van nou, goed, laten we dan een jaar extra aan vast plakken. Nogmaals, dat is niet een beginseluitspraak, het is meer van op basis van de evaluatie die we verwachten van de brug, dat wij in 2017 de zaak helemaal spits hebben. Ik kom straks op de heer Marsman wat preciezer te spreken. Nou heeft de heer Leuwik terecht vastgesteld dat er twee afwijkingen zijn ten opzichte van de modelregeling. Dat klopt. Allereerst hebben we inderdaad de OV-vergoeding van het VSO. En dat hangt ook een beetje samen met wat ik eerder zei over de andere problematiek die we hebben.
Want waar het om gaat is natuurlijk dat we prikkels inbouwen voor ouders om met kind, toch om met een kind, toch met het openbaar vervoer waar mogelijk te laten reizen. En we stellen vast dat dat geen gemeengoed was. Dat vergt dus even tijd. En wij denken dat het verstandig is om daar prikkels voor in te bouwen in het systeem. En deze prikkels hebben we hier. Wat je kunt doen is natuurlijk een algemene regeling maken. En dat is het voorstel ook van de VNG. Wij denken dat maatwerk hier beter is. Het gaat hier niet om grote getallen. Het gaat hier om mensen die bekend zijn. En wij denken dat we daarmee ook zelfs wat extra besparing kunnen halen. Dus dat is voor ons de reden om die afwijking te hebben. De tweede afwijking betreft inderdaad de eigen bijdrage. Technisch is het mogelijk om de eigen bijdrage te heffen per leerling. Maar we stellen vast dat de eigen bijdrage voor het leerlingenvervoer niet gelden in de antistapelingsregeling. En dat wil dus zeggen dat mensen die, en dat zijn al mensen die behoorlijk wat zorgkosten hebben met kinderen die het leerlingenvervoer vallen, dat die een eigen bijdrage moeten betalen, ongeacht wat ze aan andere eigen bijdrage moeten betalen. En als je dan meerdere kinderen in één gezin hebt, ja, dan komt dat wel heel hard aan. Dat is de reden voor het college geweest om voor te stellen om eigen bijdrage in dit geval per gezin te doen en niet per leerling. Dat zijn inderdaad de twee afwijkingen in de regeling. En tenslotte een fundamentele vraag die u stelde van goh, hoe gaan we nou de ouders betrekken in het hele overgangspoort. Nou, als gezegd, we gaan met maatwerk aan de slag. En juist als wij komen tot het principebesluit om de brugregeling af te schaffen, weliswaar met een overgangstermijn, even los van of dat 1 jaar of 2 jaar is, dan gaan wij natuurlijk met die ouders in gesprek. En dan moeten wij natuurlijk met hen van gedachten wisselen van goh, wat zijn de mogelijkheden, ook in jullie omgeving, om jullie daar laten bijstaan. En dat past ook trouwens in het wat bredere spoor van doelgroepenvervoer, zoals we dat eerder ook al hebben aangegeven. Even kijken, dan de heer Ter Moors had ook een aantal vragen. En dat ging over de vervoerder. Is het nou nadelig voor de vervoerder en was de vervoerder daarvan op de hoogte? Het antwoord is in beginsel is dat inderdaad nadelig voor de vervoerder. Niet voor niks dat wij een besparing hebben moeten realiseren en die hebben we ook gerealiseerd. Maar de vervoerder was wel degelijk daarvan op de hoogte. Het stond ook in de aanbestedingsregels. En dat bleek ook wel, omdat tijdens het proces daar ook vragen over zijn gesteld. Er was uw tweede vraag, zijn er vragen over gesteld? Inderdaad, er zijn vragen over gesteld. Dus met andere woorden, in de hele procedure van het bestek was het de vervoerders wel duidelijk wat er aan de hand was, wat er zou kunnen gaan gebeuren. Met andere woorden, wij denken dat de vervoerders hier een zeer bewuste keuze hebben gemaakt. En we denken dat ze er uiteindelijk ook best wel goed uit zijn gesprongen. Ik denk dat het uiteindelijk ook een goede regeling is geworden. Even kijken of ik dan al uw vragen te pakken heb. Nou, als ik er eentje heb gemist, dan krijgen we dat in tweede termijn nog wel. Dan de heer Marsman, nog iets preciezer over de brugregeling. Want hij zet de zaak heel principieel neer door te zeggen van ja, goh, als je dan vindt dat die brug-evaluatie een bepaald element moet zijn, waarom besluit je dan niet later? Die positie kan je innemen. Dat is toch niet de positie die het college inneemt. Het college heeft gezegd van nee, wij gaan wel voor het beginsel van de eigen verantwoordelijkheid. En wij denken wel, en ik denk dat we dan heel dicht bij elkaar komen, dat maatwerk wel geboden kan worden en ook coulance. Nogmaals, het gaat maar om heel kleine aantallen. Als het gaat om de brugregeling, gaat het om precies 7 leerlingen. En wij denken dat een aantal van deze leerlingen inderdaad misschien ook wel blijvend voor een soort brugregeling in aanmerking zou kunnen komen. Maar dat gaan we eerst eens even rustig zeg maar, bekijken. We gaan rustig in het gesprek, hè, de heer Leuk die vroeg al van hoe gaan we die ouders erbij bij betrekken. Nou, dat gaan we dus gewoon doen. En dan gaan we gewoon per geval bekijken van wat dienstig is. En zoals u weet, in het hele sociale domein is maatwerk de remedie. Dus ook hier geldt voor dat we dat zullen gaan doen. En natuurlijk gaan we dat ook in goed gesprek doen met Aquila. We hebben een uitstekend gesprek met de heer Wiersma erover gehad. En juist hij heeft gewezen op het grote verschil in soorten van handicap die misschien maatwerk met zich mee zullen brengen. Dus daar gaan we zeker mee aan de slag. Dus als u vraagt om die coulante benadering, dan kan ik dat in ieder geval u wel toezeggen. Voorzitter, tot zover in eerste termijn. Wie in tweede termijn? De heer Leuwik, nog meer? Niet? Heer Leuwik. Pardon, en de heer Mors. Heer Leuwik, u mag. Dank u wel, voorzitter.
Nou, dank u wel voor de antwoorden. Het zijn duidelijk. In die zin, ja, duidelijk en waar je het mee eens bent. Daar zit natuurlijk wel een verschil tussen. Ik heb één puntje over ja, toch wel de datum van 2017. We zitten nu januari 2016. Ik stel me zo voor, de kinderen zouden dan niet met aangepast vervoer mee gaan naar de sekkelschool. Maar zouden dan per fiets gaan of onder begeleiding met een fiets, laat maar zo even zeggen. Dan hebben ze nog een half jaar om daar te oefenen tot aan de zomervakantie. Ik kan u één ding zeggen. U wijst op het veiligheidsrapport wat er eventueel zou moeten komen over de brug. Ik denk dat iedereen de uitkomst wel zo'n beetje zal weten. Daar hoeven we volgens mij geen jaar meer op te wachten. Ik denk niet dat de situatie veel zal verbeteren qua veiligheid. Het is aan hoe u het ervaart. Die weg is niet voor niks geherstructureerd, laten we het zo zeggen. Het zal inderdaad altijd uitkijken blijven. Dat kan ik u nu wel verzekeren. Maar goed, u pleit toch voor 2017. Daar hebben wij toch wat bezwaar mee. Dank u. En uw vraag is? Ja, mijn vraag was, het veiligheidsrapport, duurt dat niet te lang? Dat was eigenlijk mijn vraag, want... Daar kan misschien de wethouder meteen een antwoord op geven. Nou ja, u brengt mij wel op een idee. Namelijk, want het veiligheidsrapport, ja, het is gewoon een vaste evaluatie, die hebben we afgesproken, zit in termijn aan. Maar, als ik het goed begrijp, zegt u van, goh, we kunnen natuurlijk wel wat ervaring opdoen de komende half jaar. Nou, dan kunnen we elkaar denk ik vinden. Als u zegt van, goh, betrek dat type van ervaring het eerste half jaar ook in die evaluatie, dan maak ik hem des te sterker mee. Dat geeft dan ook een goede voeding van, oké, wat we dan kunnen doen voor het jaar erop. Dan zou ik u willen uitnodigen om te zeggen van, laten we nu nog niet slechts voor één jaar, dus laten we die 2 jaar termijn wel staan. Maar mocht dan blijken dat het niet meer nodig is, kunnen we altijd nog afschaffen. Dank u wel, de heer Mors. Meneer de voorzitter, dank. Ik dank de portefeuillehouder voor het antwoord, waaruit blijkt dat het formeel juridisch wel klopt, maar of het slim is, dat is nog even een andere vraag. Want we moeten eigenlijk constateren dat er 2 mogelijkheden zijn. Of de aanbieder heeft bij zijn inschrijving al rekening gehouden dat het minder rendabel voor hem wordt en betalen we dus nu te veel in deze periode. Of hij heeft er geen rekening mee gehouden, dan wordt hij straks... Terecht, onterecht, te veel geknepen en is hij misschien straks verliesgevend. En dat is dan de vraag, is de portefeuillehouder zich dat bewust? De portefeuillehouder, bent u zich dat bewust? Ja, ik hoop eigenlijk op een derde. Want het zou kunnen zijn dat juist de vervoerders, ook wetende dat het anders moet, in staat zijn geweest door een andere wijze, een andere opzet, tot kostenbesparing over te gaan. En dat is niet zo ongebruikelijk hoor. Dat zie je over het hele zorgpalet, dat instellingen op een hele andere manier bezig gaan. En waarom zouden de vervoerders dat niet doen? En we zien inderdaad ook praktisch dat ze ook alle zeilen bijzetten om op een andere manier te werken. En dat is natuurlijk hoog goed. Nou... Als je bewust in een bestek gaat en bewust afspraken maakt met de gemeente, zo en zo en zo gaan we het doen, moet het goed kunnen komen. Ik dank u wel. Ik stel vast dat we aan het eind van de bespreking van dit agendapunt zijn. Wat is het karakter van dit stuk voor de raadsvergadering? Een hamerstuk begrijp ik. Dan is het een hamerstuk, dank u wel. Dan gaan wij door naar agendapunt 6. Wie mag ik daarover het woord geven? Mevrouw Werners, ga je gang. Dank u wel, voorzitter. Wij hebben niet zozeer inhoudelijke vragen op het stuk. Wel wilden we de opmerking maken erbij dat het is duidelijk, het gaat om het herstellen van een fout. Maar we willen ervan uitgaan dat het een incident is en ook blijft. Hartelijk dank. Ik begrijp dat uw vraag is, is het een incident? De portefeuillehouder, ga je gang. Voorzitter, als het stuk goed gelezen is, hebben wij die fout niet gemaakt. We hebben alleen dat uitgevoerd wat gevraagd werd aan ons door het waterschap. En nu vraagt het waterschap om de door haar gemaakte fout door ons te laten herstellen. Daartoe zijn we graag bereid tegen het in rekening brengen van de daarvoor geldende kosten, leesjekosten. Dat zullen we doen. Ik kan niet garanderen of het waterschap in de toekomst niet ook dit soort fouten zal blijven maken. Waarmee de goedheid van Ommeweer bewezen is. Dank u wel, wethouder. Dan hebben wij
Ook nog te oordelen of dit een bespreekstuk is of een hamerstuk. We scoren goed vanavond, het tweede hamerstuk. Dank u wel. Zijn we bij de rondvraag die er niet is? Zijn we bij de sluiting die er wel is? Ik dank u wel voor uw medewerking. En ik denk dat ik van de voorzitter van de raad mag zeggen dat wij om 7:15 met de raad gaan starten. Als iedereen er is. Als koor, ja, we moeten een beetje rekening mee houden dat er wellicht raadsleden zullen zijn die... Wij doen een serieuze poging om 7:15 met de vergadering te beginnen. Dank u wel.